is er afgelopen. Oh. Top dat jullie weer kijken. We gaan vandaag weer verder werken aan onze robot voor de Indie Robot Games. En we hebben ook nog een aantal kaarten die we weg mogen geven. Dus laten we eraan beginnen. Maar hé, hey, maar dit ziet eruit alsof dat bijna klaar is. Ja, maar dan moet alleen de voor- en achterkant. Ik wilde net zeggen, daar ligt de bumper en daar ligt de wig. Kijk, het probleem is, ik krijg dit niet goed. Waarom weet je niet? Ik ging dus even kijken naar wat voor knopjes er allemaal op zaten. Zat hier zeg maar, motor, trottel, arm, disarm. Nu, doet hij het niet, disarm. Nu. Zie je daar. Kom, we gaan even rijden. Ja, ja, ja. Oké, we hebben genoeg dingen om kapot te rijden. Dat is het mooiste als hij helemaal klaar is. Ik denk dat we hem dicht moeten leggen. En even iets kapot maken. Ja, okay, we gaan hem dicht leggen. Ik denk dat hij weegt 12 kilo. Oh? 11,5 kilo. Niks aan de hand. Je hebt gewoon nog 2 kilo en 100 gram. Dat is leuk. Dit is iets. Oké. Eén kant. De motor doet het nog. En de andere? Die wel. Nou, die
Ja, daar zit een krasje. 1-0 voor de DVD-speler. Dat. Kijk daar dan. Is er afgelopen. Oh, er is gewoon een poelie afgelopen. Oh, er is gewoon een schroefje uit, denk ik. Ja. De poelie ligt er los in. Oh, kijk, je zit er gewoon op. Ja, er is niks aan de hand. Het is gewoon los schroeven, terug vastzetten. Gaan we het doen? De... Hoe heet die robot eigenlijk, joh? Henk heet. Robot Henk! En in de andere hoek... DVD-speler en de velg. Ja, die robot doet het nog. Dat was een best wel een ferme klap. Oeh! Ja. Nou, hij is ook een beetje ontzettend al. Ik denk dat we nou nog een keer zo de tegen moeten zeggen. Het is niet makkelijk om te besturen. We gaan het gewoon proberen. Hey. Ik hoop dat je hem goed raakt. Oeh. Doe jij even spelen? Nee, daar heb ik hem kapot gemaakt. Jij moet oefenen. Hey. Je hebt één wiel wat niet meer aangebreken wordt, volgens mij. Dit wiel draait. Oh, de riem is stuk. Is de riem zelf echt stuk? Ja. Ik niet echt snel. Dat was kei langzaam. We hebben plotseling een goed idee. Jij hebt het. We leggen hem even gewoon op zijn kop. Want dan is namelijk de besturing, dan kan hij gewoon vooruit rijden. En dan krijg je toch met de hamerkop. Dat is echt een goed idee. Wow! Oké. Hij gaat hard, joh. Ja. Ik denk wel dat je bumper goed getest wordt zo. Ja, die was raar. Ja, toch, het ene riempje is kapot gegaan. Oh. Maar die andere blijft toch wel heel, hè? Ja, hè? Hij is ook nog goed bestuurbaar wel. Het valt niks tegen. De robot weer op de operatietafel. We gaan even kijken, het valt niks tegen eigenlijk, hè? Ik vond dat het best goed deed. De bumper is wel een beetje gedeukt. Ja. Maar dat is echt, dat is gewoon de schade dat hoort. Ja, dat zijn gewoon gebruikssporen. Ja, we hebben één riempje kapot, maar daarom reed hij nog niet minder. Nee, ik vond hij alleen maar beter misschien wel. Ja, het zou goed zijn als hij meer, wat meer vertraagd werd, denk ik. Ja. Volgens mij gebruiken we echt nog niet de helft van de snelheid. Hij kan zoveel harder. Maar dat heb je niet nodig. Hij moet gewoon hard optrekken. En dan is je beter te controleren, want dan kan hij namelijk ook om zijn as draaien. Het laatste boutje. Ik vind het spannend, hè? Ja, ik zit er klaar voor. Oei. Hoe? We hebben het gevonden, Dirk. Dit is het. Kijk hier. Deze poelie, daar is dat ringetje vanaf gegaan, weet je nog? Ja. Kijk, al deze poelies hebben zo'n kraagje. Die zorgt dat de riempje mooi in het midden blijft lopen. En dat is hier eraf. Dus hij is gewoon op het randje gaan lopen. Want dat verklaart ook waarom dat hij zo gespleten is. Zie je, hij is hier ook zo afgesneden, gewoon in het midden. De tandjes zijn er verder ook niet af of zo. Dus de tandjes zijn allemaal heel. Hij is gewoon ernaast gelopen en toen heeft hij hem zo kapot getrokken. Change of plans! Inzien gaan wat we heb het je daar, maken. Erik? We hebben hier stripje. Een stripje noem je dat. Die past hier precies in. Ja, dat kan geen toeval zijn natuurlijk, hè. Dat moet zo. Ik denk dat we deze koker er maar even uit gaan slijpen. En die gaan knutselen. Haha!
Kom, we gaan hem wegen. Waarom joh? 3! Oh. Hij is zwaar! Hey, hij staat er bijna klaar voor. We moeten nog een paar dingetjes doen. Andere riempjes natuurlijk. En hem nog een beetje verder designen. Maar als je dat nou wil zien, dan moet je naar Ulft komen. Want dan gaan we hem daar serieus aan de tand voelen. Hè? Dan gaat hij tegen een aantal andere robots strijden. En weet je wat het beste is? Je kan er nog steeds bij zijn. Er zijn nog steeds kaarten. En er zijn ook nog een paar kaarten die wij mogen weggeven. Check even onder in de beschrijving hoe je die kunt winnen. En dan zou ik zeggen tot in Ulft. En bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.